Maar die is wel scherp, die verrekijker. Maar we zijn hier in de Zouwe Boezem, Jaco en ik. Dat is gewoon een walhalla op het moment. Echt. Wat hebben we allemaal niet gezien, joh. Snor, blauwborst, rietzanger, tafeleenden, roerdomp hoor je hoempen. Zwarte sterns, koekoeken. Tig van die purperijgers. Alleen mijn nieuwe camera, daar ben ik nog niet zo handig mee. Dus ik ben even gestopt met fotograferen, want het lukt even niet. Dat is even jammer, maar ik ga gewoon even genieten. Want soms moet je camera neerleggen. En gewoon je verrekijker pakken. En even genieten van de natuur. Want soms zit die camera in de weg. En dan vergeet je waar de natuur voor bedoeld is. En dat is eigenlijk om te genieten van de schitterende details, kleuren, bloemen, vlinders. Je ziet van alles, vogels, ja, de geluiden. Ja, daar is de natuur voor bedoeld om te genieten. En hier is het dan echt nog een plekje waar je echt nog een beetje het idee hebt dat je echt midden in de natuur bent. Hey, hier, blauwborst. Rietzanger, zettenzanger, die zat net ook gewoon 2 meter naast me. Kun je gewoon met blote ogen bekijken. Bekieken. Nee, voor de vakkeienaars bekieken. Koekoeken, die bluffen ook maar roepen. Het is hier zo schitterend. Ik zag hier van de week, moest ik hier in de buurt wezen. Toen vloog er ook gewoon nog een zeearend langs. Jaco zei, die heb ik hier nog nooit gezien. Hop, pof. Dikke zeearend. Maar waarom ik hier naartoe ging, is wel voor die zwarte stems. Hoor. Jongens, zijn die prachtig. Maar ik krijg ze niet op de foto. Mij lukt het even niet. Die dingen zijn zo rap. Ja, ook. Is er een fietspad? Kwam hier dat fietspad op? En er vliegt er eentje 5 meter zo langs mijn hoofd. Ja, wat een prachtig contrast. Zo'n gitzwarte kop. En dat geluid. Maar vreselijk rap. Man, dan gaan die beesten snel. Nou, het is weer prachtig hier. Zoals Sjaak al zei, hier heb je echt nog het idee dat je midden in de natuur staat. Zeker wanneer je over dit vlonderpad loopt. Dan loop je echt dwars door het moeras. Vlak langs het riet, langs de vogels. Toch was ik een beetje teleurgesteld. Nu niet meer. Zag je die zwarte ster? Vlak naast mijn neus. Zag ik. Een beetje teleurgesteld dat het even niet lukt met mijn camera. Dus Jaco, het geeft je. Nou ja. Die camera heb ik uitgezet. Ja, van het jeetje kan je gewoon genieten. Nou, en de purperijgers. En opnieuw de rietzanger.
En gelukkig, ook de snor liet zich nog horen en zien. Dat vind ik dan ook altijd een bijzondere rietvogel, hoe die zit te zingen. Een ooievaar komt hier weer. Die zit hier te broeden, geloof ik. Ja. Het is gewoon, je wordt er gewoon druk van in je hoofd, jongen. Elk palmpje, rietpalmpje zit een vogel. Als je hier al 10 meter, dan heb je rietzanger, blauwborst, bosrietzanger, rietgors. Die sterren vliegen vlak langs je heen. Komt er weer ooievaar over. Purperreigers net, joh. Recht over ons hoofd. Ja. Nou, het is natuurlijk wel heel mooi hier. Wat Sjaak al aangeeft, het is genieten hier in de Zouwelboezem. Ik hoor de tuinfluiter zingen. En aan het begin hier filmde ik mijn eerste tuinfluiter van dit jaar. Het is ook een beetje een bruine vogel. Bruin, egaal bruin. Misschien een beetje saai, maar hij zit wel heel mooi te zingen. Dat snelle gemerrel. Sommige mensen vinden het een snelle merel. Dat hoor ik er nog steeds niet in. Maar wel snel gemurmel. Nou, een ander hoogtepunt van onze wandeling was voor mij deze koekoek. Weliswaar gefilmd met behoorlijk tegenlicht. Ze strijkt neer in de coniferen. Nou, volgens mij is het een vrouwtje. Een vrouwtje van wel heel dichtbij. Ze gedraagt zich nogal schichtig. En ze begint niet te zingen. Ze maakt ook geen aanstalten om te zingen. Maar ik weet het niet zeker, want ik kon de kleuren niet goed zien. Ja, het was 100% een vrouwtje. Ze was hartstikke brun. Dat is niet altijd, denk ik, hier. In de winter zal het wel minder wezen. Maar nou, in deze tijd is het hier echt een walhalla. Ongelooflijk.